We staan met Bart Wijnen op de ATB-baan in Oldebroek. Op plaatsje te Lo op weg naar de Nederlands kampioenschappen mountainbiken. Ja, Bart, voorzitter van de wedstrijdcommissie en ja, de NK-commissie. Je trekt samen met Dirk-Jan van Putten, die achter ons langs schiet, de kar hier bij het NK. En al die vrijwilligers natuurlijk. Ja, bijzonder dat jullie het NK kregen toegewezen van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Nou, dat kun je wel zeggen. Want wij zijn toch wel een relatief, denk ik, een kleine organisatie, een kleine club. En als je dan toch het NK krijgt, dat is toch het ultimum voor de Nederlandse club. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Absoluut. Ja, dan we kennen natuurlijk Arie ten Hoven, voorzitter ook van de vereniging. Ja, die zegt natuurlijk heel snel ja, dan wordt er opgeschakeld. Ja, en dat betekent dat jullie in versneld tempo met z'n allen aan de bak moesten. Nou, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Inderdaad, Arie is natuurlijk super enthousiast. En wij natuurlijk ook, om dit te mogen organiseren. En dan, ja, als je dan begint met organiseren, dan begint het over vergunningen. Dan gaat het over de natuur. Dan gaat het over stikstof. En voordat je daar doorheen bent, dat duurt even. En uiteindelijk hebben we de vergunning gekregen. Ja, het is 14 en 15 juli dat de Nederlandse kampioenschappen vrijdag en zaterdag hier gaan plaatsvinden. We staan nog in de voorperiode. Ja, de zomer slaat al lekker toe. De baan ligt erbij. Moet er nog veel werk verzet worden? Nou, de baan is in principe klaar. Die zit vooral in ons hoofd op dit moment. En die is uitgetekend. En ja, nu is het met z'n allen aan de slag om de baan fysiek te krijgen. Dus de paaltjes en de netten die er allemaal in moeten. Ja. Ja. Twee dagen lang gaan jullie uit heel Nederland natuurlijk de mountainbikers, begeleiders, familie, vrienden, bekenden ontvangen. Ja, dat betekent logistiek ook nog een hele klus hier op het Loo. Ja, als je dan als je kijkt wat de verwachtingen zijn qua deelnemers en ook het publiek. Ja, dan moeten er wel weilanden afgezet worden om het verkeer daarheen te leiden. En natuurlijk weer de verkeersregelaars. Nou, zo kun je het maar opnoemen. Je moet overal aan denken om dit in goede banen te leiden. Ja, vorig jaar hadden jullie ook al de Nederlandse kampioenschappen jeugd. Ja, dan kunnen we rustig zeggen, die zijn voortreffelijk verlopen. Ja, achteraf is dat misschien wel een mooie generale repetitie geweest. Want ik denk dat we dan ook wel de bond hebben laten zien dat wij wel iets kunnen organiseren. En dat ze daar ook wel hebben gezien van, hey, misschien moeten we toch maar eens een keer in Oldebroek toe. Ja, ATB-vereniging Oldebroek, vereniging met 400 leden, van jeugd tot en met de seniorenleeftijd. Ja, ook bij dat nationaal kampioenschap gaan we nieuwelingen, junioren, de dames, de mannen, we gaan heel veel voorbij zien komen. Nou, ik zeg altijd waar echt de grote jongens komen nu al langs. Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk het ultieme is natuurlijk dat de elitegroep voorbij komt. Want daar, ja, dat is toch wel heel mooi dat die hier straks gewoon in Oldebroek gaan strijden voor een kleurtje. Ja, ga je zelf voor? Ja, je bent natuurlijk zelf ook mountainbiker. Zien we jou nog in een klasse tevoorschijn komen? Of zeg je nou, ik ga me echt op de organisatie storten? Nou, dat is een combinatie, maar ik probeer met, ja, zoals dat volgens mij wordt genoemd, funklasse of sportklasse mee te doen. Nou, het zal vooral voor de fun zijn, dus ik ga het wel proberen, ja. Oké, ja, Bart, wat wil je zeggen tegen de bezoekers en tegen de mensen die richting Oldebroek gaan komen? Nou, weet je, geniet ervan en ga ervan uit dat wij alles met onze goede en beste bedoelingen hebben gedaan. En dat er heel veel vrijwilligers actief zijn om van jullie een prachtige dagen te maken. En als je zo gaat bekijken, dan zul je zien dat wij het heel goed hebben gedaan en mooi hebben georganiseerd. Mooie woorden, dat sluiten wij ons bij aan. Dankjewel en heel veel succes. Graag gedaan en tot ziens.